Allemaal, welkom bij de vlog over de opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener, oftewel als afkorting JAD. Mijn naam is Naomi Dins, ik ben 17 jaar en ik doe deze opleiding dus versneld. In plaats van 3 jaar, doe ik hem 2 jaar. Daarnaast ben ik ook nog student van het toptraject. Trouwens wat goed is om te weten, is dat je na het eerste leerjaar van deze opleiding een keuze moet maken of je verder gaat met opleiding HRM of JAD. Dit is een interessante opleiding omdat je het hebt over de rechten en plichten van de mens in ons land. Daarbij heb je het vak recht en bespreek je iedere periode een bepaald onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan personen- en familierecht, arbeidsrecht en strafrecht. Je hebt ook een wettenbundel. Ik dacht eerst dat je het hele wettenbundel uit je hoofd moest kennen, maar het is niet zo hoor. Wat wel belangrijk is, is dat je de wetsartikelen kunt toepassen. De opleiding past bij jou als je verder denkt, administratief en juridisch vaardig bent. Verder is het ook belangrijk dat je efficiënt bent en kritisch denkt. Na deze opleiding kan je aan de slag als juridisch administratief dienstverlener. En als je daarna nog wilt doorstromen, kan je naar het HBO rechten. En als je nog verder wilt leren, kan je naar de universiteit om uiteindelijk rechter of advocaat te worden. Hopelijk heb ik jou wat meer duidelijkheid gegeven over mijn opleiding. Voor meer informatie, check de website van ROC van Twente. Doeg!